ben net de pauze achter de rug. Wil ik aan het werk? Staat er een heel koperorkest aan je kop te tetteren? Ja, zo kan ik niet werken. Weet u, vroeger, toen ik hier naar de muziekschool ging, hadden we 8 noten. Op maandag begonnen we met do, de dag daarna re, de dag daarna mi, ja. En aan het einde van de week kwamen we weer uit bij do. Maar dan komt meneer Arnold Schoenberg met zijn 12 toons theorie. En sindsdien zijn alle componisten hartstikke gek van de noten. Ik ook, ik heb altijd notenstress. Ik ga geen boodschappen meer doen bij de Jumbo. Ik kan er niet meer tegen. Pieken, Amadelia, hoe heet het allemaal? Pinda, pistache. Ik word er net gek van. Ik moet echt eerst tot rust komen voordat ik weer verder kan. Notenstress. Ik ga eens even op Spotify luisteren. Misschien dat dat helpt. Ja, dat is beter. Sweet memories. Dat druppelt zo in je oor. En dan moet het weer via die rechterarm hier uitkomen op papier. Dat is niet makkelijk hoor. Daar moet je speciaal voor opgeleid zijn. Ben ik niet. Merk ik nu. Notenstress. Maar ja, ik heb je op last aangenomen, dus ik moet er wat van maken. Maar misschien dat Spotify me nog kan verder helpen. Dus even kijken, wat hebben we nog meer? Thank you.
vragen ze mee. Net al hartstikke mooi voor mij geklapt. Dat vindt u al heel goed, maar we gaan een stapje verder gaan uit. Want voor degenen die dat en daartoe mogelijk zijn, mag u van mij wel netjes gaan staan. Dus is dat wel even leuk. Dus in de benen, komt u maar.